Hebben jullie nog een beetje supporters langs de zijlijn die jullie s'avonds een beetje komen aanmoedigen? Maar dat moet nog blijken, maar niet dat we weten. Ja. Breda nu. Je weet het meteen. Op dinsdag 14 mei ging de allereerste editie van de Hardloopvierdaagse in Breda van start. Het was een groot succes, want in eerste instantie verwachte 100 deelnemers, werden er wel 400. We hebben samen de eerste Hardloopvierdaagse in Breda georganiseerd. Hoe is dat precies tot stand gekomen? Het is eigenlijk een idee waar we eigenlijk al best wel lang mee liepen en wel eens uitgesproken hebben ook. En toen hadden we op een gegeven moment zoiets van, dan moeten we het gewoon ook maar een keer gaan doen. Hè? Moet het er maar eens van komen. Ja. Maar dit is dus pas de eerste Hardloopvierdaagse. Ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Ja, het wordt sowieso niet zo heel veel gedaan. Natuurlijk, heel veel wandelvierdaagse zijn er wel. In Amsterdam is er een Hardloopvierdaagse, die ook deze week is toevallig. En die is al wat jaartjes. En daar zijn we eigenlijk een beetje door geïnspireerd. Toen hadden we zoiets van, dan moet hier in Breda ook zeker kunnen. Breda is een echte hardloopstad. We hebben hier zo ontzettend veel hardloopevenementen. Bijvoorbeeld ook dat Wings for Life, wat in alle landen van de wereld gebeurt, start in Nederland, altijd in Breda. En dan hoor je als hardloopstad ook zeker een hardloopvierdaagse te hebben. Ja. Waarom doen jullie mee? Voor de gezelligheid vooral, met z'n allen. Ja, het idee kwam van iemand uit de straat en die opperde het. Dus we zijn met een groepje vrienden uit de straat en we dachten, dat gaan we gezellig met z'n zessen doen. Okay. Ja. En hebben jullie je er een beetje goed op kunnen voorbereiden? Hebben jullie hard getraind of zijn jullie al sportievelingen? Nou, we hebben niet heel hard getraind. Dus we gaan het gewoon doen. Okay. Ja. Hoeveel gaan jullie lopen? Bij elkaar de halve marathon. Okay. Ja. En hebben jullie nog een beetje supporters langs de zijlijn die jullie s'avonds een beetje komen aanmoedigen? Maar dat moet nog blijken, maar niet dat we weten. Ja. Niet gepland. Er zijn twee afstanden die ze kunnen lopen. Ze lopen of 4 avonden 5,3 kilometer of 4 avonden 10,5 kilometer. En dan zul je zeggen van rare afstanden zijn dat. Maar als je dat bij elkaar optelt, dan kom je na 4 avonden precies uit op een halve marathon of een hele marathon, zeg maar. Veel mensen vinden dat toch leuk. Ook niet voor iedereen is het weggelegd om een marathon in één keer te lopen. En op deze manier kan het toch. Dus. We hadden gemikt op 100 deelnemers. Hadden we al zoiets van, wauw, als we dat halen zou echt tof zijn. Het zijn er 400 geworden uiteindelijk. Dus dat was een klein beetje positief uit de hand gelopen eigenlijk. Ja. En hebben jullie je een beetje goed voorbereid op de Vierdaagse? Ja, we trainen sowieso allemaal 2 keer in de week, dus dat is eigenlijk de voorbereiding. Eigenlijk voor jullie gewoon al makkie. We moeten wel in een bepaalde tijd binnen zijn, dus dat wordt de 4e dag denk ik nog wel een dingetje. En wat vinden jullie er nou van dat dit zo'n eerste editie is hier zo, dat het nieuw is? Ja, ik denk dat het gewoon een heel goed initiatief is van Run Today en ik hoop gewoon dat we het elk jaar doen. Het is gewoon een leuke activiteit om met z'n allen te doen in ons eigen mooie Breda. Dus. En dan had ik ook begrepen dat een deel van de opbrengst, want de mensen betalen inschrijfgeld, naar een goed doel gaat. Klopt, en dat is omdat wij hier te gast zijn bij de atletiekvereniging Sprint, hebben wij bedacht om het geld dat onderaan de streep overblijft te doneren aan de afdeling aangepast sporten. En dat is voor de mensen die sporten met een beperking, zodat ze extra materialen kunnen aanschaffen voor deze doelgroep. En als er nou zoveel positieve reacties komen, zijn jullie dan al aan het nadenken over een volgende editie? Sterker nog, we hebben de datum al bepaald. Volgend jaar is die van 12 tot en met 15 mei. Ja, dus we gaan er gewoon lekker mee door. We hebben de smaak te pakken. Ja. 3, 2, 1. Breda nu. Je weet het meteen.